Goedemorgen, hartelijk welkom bij Parkson TV, het rechtstreekse programma van ParksonNet, wat we uitzenden vanuit de studio in het Radboud UMC in Nijmegen. Vandaag een hele bijzondere uitzending, want morgen is het Wereld Parksondag en daar willen we bij stilstaan. We hebben vandaag een negental interessante gasten uitgenodigd en die gaan met elkaar in discussie over het thema Power to the Patient, regie voor de patiënt. Nou, daar kun je van alles van vinden en dat willen we graag bespreken in deze studio. U kunt zelf ook meedoen door te reageren op de stellingen op internet of door uw suggestie voor betere zorg straks te plaatsen. Dat willen we graag ook gebruiken straks in de uitzending, dus reageer op die stellingen graag. In de studio een viertal gasten. Straks schuiven andere gasten aan. Connie Drupsteen, patiënt. Ja. Sinds? Ik weet het sinds mei vorig jaar. Dus nog niet zo lang. Nee. Begin net. Ja. Ja. Welkom. Ja, dank je. Wilma Wind, voorzitter van de Patiëntenfederatie. Directeur. Als voorzitter verschil. Is jij die verbeterd. Juist, dus juist. Daar zijn we heel blij mee. Directeur, ja. Welkom. Dank je. Kun je iets zeggen over wat is de Patiëntenfederatie? We zijn een koepel van patiëntenverenigingen. We vertegenwoordigen zo'n 160, 170 verenigingen. En het gaat van hele grote verenigingen zoals Leven met Kanker, Diabetes. En de Parkinsonvereniging is lid van ons. Ja, een van de verenigingen. Ja, en jullie zien straks de voorzitter Erik Roos ook in de uitzending. Ja, klopt. Ja. Welkom. Dank je. Mariette Robijn. Ja. Ondernemer. Ondernemer. Columnist. Je schrijft blogs over Parkinson en ook Parkinson-patiënt. Klopt. Sinds wanneer? 2012. Tenminste, okay. dat ik weet dat ik Parkinson heb. Ja. Ja. Ook welkom. Dank je wel. En onze vaste gast Bas Bloem, neuroloog, Parkinson-specialist, directeur van het Parkinson-centrum hier in Nijmegen. Ook welkom. Mooi, dank je wel. Ik zie dat je heel blij kijkt. Ja, weet je, we hadden gisteren, is toch even leuk om te vermelden, een hele bijzondere avond. Ja. Michael Porter, een wereldberoemde econoom uit Amerika, die heeft een prijs uitgeloofd. De Value-Based Care Award. Dat gaat over waardegedreven zorg, waarin dokters en andere zorgaanbieders beloond worden voor goede uitkomsten. Samen met twee grote verzekeraars, CZ en VGZ, heeft ParkinsonNet met z'n drieën meegedongen naar die prijs. En we hebben met z'n drieën gisteravond die prijs gewonnen. Ja. Dat is echt een enorme eer. En ik ben nog een beetje rozig, zeg maar. Het is ook echt fantastisch. Hè? Ik bedoel, het is niet zomaar een prijs. Prijs winnen is altijd natuurlijk leuk. Maar dit is echt heel prestigieus. Je krijgt hem niet zomaar. En van harte gefeliciteerd. Want het is een enorme waardering voor al die mensen die bezig zijn om te zorgen dat met patiënten je zo goed mogelijke zorg verleent. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, wij zijn plaatsvervangend blij. Dankjewel, dankjewel. Hartstikke gaaf. Ja, we hebben gisteren ook heel duidelijk tijdens het dankwoord, het was net zo'n soort Oscar-uitreiking, hebben we ook al onze zorgverleners bedankt en alle patiënten bedankt die betrokken zijn bij ParkinsonNet. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich dagelijks inzetten voor ParkinsonNet en we hebben die prijs ook namens al die deelnemers en al die patiënten gewonnen. Dus, ja, en dat maakt het zo bijzonder. Het was patiënten samen met de zorgaanbieders en dus ook de verzekeraars die samen proberen de wereld van mensen met Parkinson te verbeteren. Ja. En alleen die samenwerking is het enige wat ons verder kan helpen, denk ik. Dus dat maakt het extra bijzonder. Ja. Nee, als alleen de dokters het moeten doen, dan krijg je de prijs niet, hoor. Dat moet natuurlijk verantwoordelijk zijn. Power to the patient, toch? Ja. Goed, het thema is regie en Parkinson. En we hebben kijkers van Parkinson TV gevraagd om alvast filmpjes op te sturen van hoe zij denken over regie en Parkinson. En dat filmpje willen we nu eerst even kijken. De regie voeren, ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Ik denk dan meer aan
je laten informeren. Praten met mensen die er verstand van hebben. En uiteindelijk natuurlijk zelf beslissen of je akkoord gaat met de suggesties die gedaan worden. Maar zelf de regie in handen nemen, ik vind het erg modieus klinken. Voor mij hoeft dat niet, als ze me maar serieus nemen. Regie over eigen zorg betekent voor mij, als Parkinson met zorgverlener, luisteren naar de patiënt. Luisteren naar wat de patiënt wil en wat hij te zeggen heeft. Om samen tot een vruchtbare behandelcoalitie te komen. Na 10 jaar Parkinsonnet weten we dat dat effectieve zorg geeft en tevreden patiënten. Wat willen we nog meer? Ik zou zeggen, power to the patient! Voor mij gaat regie over je eigen zorg om meer dan kiezen van je eigen arts of meepraten over je behandeling. Het gaat voor mij meer om wezenlijke dingen zoals benadering of hoe je behandeld zou worden door een hulpverlener. Of dat nu een mantelzorger is of een professional. Zit meer als gelijkwaardig. Mag je nog eisen stellen als je afhankelijk bent? Of moet je slechts dankbaar zijn en blij dat je hulp krijgt en verder alles maar accepteren? Over die dingen gaat het volgens mij. Als je het hebt over regie en zorg en dan moet je in een vroeg stadium al over praten. Liefst met iemand die dicht bij je staat. Kan hij of zijn regie overnemen als het echt nodig is. Want zolang het nog goed gaat, dan gaat het nog wel. Ook met de regie. Ik ben Hans Karis, ik heb 15 jaar, Parkinson. En op de vraag, wat betekent de regie voor de eigen zorg voor u? Dat betekent heel veel voor mij. Dat vind ik heel belangrijk. Ik vind namelijk dat jij als patiënt de touwtjes zelf in handen moet houden. Zelf de regie over de ziekte, want jij bent de eigenaar van de ziekte. De arts zie ik als de coach, hij adviseert mij. Ik neem de beslissingen uiteindelijk. Dat is mijn mening. Nou, hartelijk dank voor deze inzendingen. Het geeft heel mooi een gemêleerd beeld van hoe tegen regie aan wordt gekeken. Nou, daar gaan we graag over doorpraten. Mariet, jij hebt ook over geblogd, hè, over ja. Regie. Wat betekent voor jou regie? Ik denk sowieso dat regie, een discussie over regie, dan dreig je vast te lopen in iets waar het volgens mij niet over gaat. Volgens mij gaat het over de goede informatievoorziening, de goede kennis. Wat ik net al zei, ik heb nog nooit een neurotransmitter van dichtbij gezien, jullie misschien ook niet. Dat is het vak van de neuroloog. Dus daar ga ik op af. Ik weet hoe ik me voel, daar ga ik op af. Dus het wederzijdse informatie uitwisselen, dat is volgens mij wat telt. En als je die kennis hebt, dan heb je controle. Want Parkinson is toch al een controle ding. Heb ik dat wel, heb ik dat niet? En wanneer heb ik dat wel, wanneer heb ik dat niet? Ik denk hoe meer keuzes je kunt maken op goede informatie, hoe beter jouw controle is. Twee kanten op. Zowel vanuit de zorgverlener als vanuit de patiënt. Ja, je bedoelt controle hebben over de beslissingen die je... Over je beslissingen, ja. Ja, want het is ook zo, als jouw neuroloog zegt, nou mevrouw, we gaan een beetje linksaf met je reekhiep of we gaan een beetje rechtsaf, dan moet ik ervan uitgaan dat hij gelijk heeft. Ik vertrouw hem of haar. Dus in die zin geef je dat stuk over, want ja, het is niet mijn vak. Nee. Maar het is wel mijn vak om te weten hoe het met mij gaat en wat bij mij past of bij jou en je gezin past. En het is natuurlijk niet alleen iets wat je zelf hebt. Dus dat... regie, nou dat woord laat ik gewoon los. Ik denk dat het over kennis gaat. Wederzijds. Dat is ook, denk ik, zoals jij het beschrijft nu. Dat vind ik heel mooi beschreven. En dat zie je eigenlijk ook bij alle mensen in die filmpjes terug. Hè. Kijk, ik denk dat het gaat om samen beslissen in de spreekkamer. Er is niet één manier. Nee. En wat bij jou past, past misschien niet bij een mevrouw van 89. En zo geldt ook, heb je kinderen, heb je je werk... En wat we steeds meer zien, is van, je moet het met je dokter kunnen bespreken. Ja. Ja, dan moet je als patiënt informatie geven, het gesprek ja. aandurven gaan. Niet in de spreekkamer vergeten wat je ook wel weer wilde vragen. Hè, want tuurlijk, het zal voor heel veel verantwoordelijkheid mensen ligt bij allebei. Hè? Maar zo'n dokter moet ook luisteren. Ja. En jouw informatie willen horen en serieus nemen. En ja, dat is denk ik een grote beweging in de zorg op dit moment. Ja.
kennis. Herken je dat? Of tenminste... Ik weet het nog maar net natuurlijk. Ik vind inderdaad dat de neuroloog die heeft de kennis. Ja. Maar ik vind wel dat hij moet vertellen wat de bedoeling is, wat de behandeling wordt. En dan samen beslissen. Ja. En misschien inderdaad vertel je niet alles aan je neuroloog of je vergeet het gauw. Dus ik neem altijd mijn partner mee. En hij is dan ook meer van de dingen van, hey, je zou nog even dit vragen of vergeet niet dat te zeggen. Maar inderdaad, net zoals beslissingen over medicijnen. Ik werk met kleine kinderen. Als er één bijwerking is waar slaperigheid heel vaak voorkomt, heb ik die liever niet. Ik moet niet de kans hebben dat ik direct de fles zit te geven en spontaan in slaap val bijvoorbeeld. Ja, daarom. Dus, maar ik vind inderdaad samenwerken, goed naar elkaar luisteren en samen beslissen. Echt, zeg maar, partner zijn in de beslissing die wordt genomen. Ja, maar dat is natuurlijk in de spreekkamer zelf, hè? Dus natuurlijk nog daarbuitenom ga je op zoek. En dat vind ik het mooie van Parkinson net. Je tikt iets in en het komt tevoorschijn. Dus dat vind ik echt een voorbeeld van hoe een aanbieder of een georganiseerde aanbieder jou helpt navigeren door het aanbod heen. En dat is heel prettig. Dus regie, nou, neem ik het woord toch in de mond. De kennis en informatie, dat is een heel, heel breed gebeuren. En het verandert natuurlijk ook naarmate jouw ziekte verandert. Dus er zal niet één... In welke zin? Hoe bedoel je dat? Kijk, nu, ik ben zelfstandig ondernemer. Ik werk bijna de hele week. Je hebt kinderen, je hebt gezin, dit en dit en dat. En ik denk, oh ja, ik ga even snel dit en dat opzoeken. Dat beheers je. Jouw aantal actieve uren per dag, of beschikbaar, hoe heet het ook weer, dat je prima alles kunt doen, is vrij groot. Als dat minder is, zul je weer andere dingen nodig hebben of andere zorg willen gaan zoeken of wat dan ook. Ja. Bas, want jij ziet heel veel mensen met Parkinson. Zie je ook veel verschillen in de mate waarin ze, zeg maar, op deze manier mee willen denken over beslissingen of hoe ze, zeg maar, een stukje regie nemen over het eigen zorgproces? Ja, nee, dat varieert enorm. En het is overigens een misvatting om te denken dat alleen jonge mensen regie kunnen en willen nemen. Ik zie bijna het omgekeerde, dat juist ook oudere mensen met heel veel problemen juist ook de lead willen nemen. Dus dat is zeker niet iets wat alleen voor jonge mensen is. Maar je ziet mensen die zeggen, dokter, zegt u het maar. U bent toch de baas. Tot en met mensen die zeggen, die willen alle informatie, die willen helemaal mee beslissen. En dat hele spectrum zie je komen. En wat mij altijd heel erg treft is het woord onzekerheid. Het onzekerheid over wat er met je lijf aan de hand is. En de onzekerheid hoe je in dat complexe pad moet navigeren. Ja. Ik vond het heel mooi wat jij zei. Heel kort, ik was laatst op mijn pols gedonderd. Met de gladheid. En dan ben je onzeker. Is die gebroken, is die niet gebroken? Kan ik nog wel dit? En dan heb ik de luxe dat ik het mobiele nummer heb van de traumatoloog. En dat gun je eigenlijk iedere patiënt. Dus ik had meteen toegang tot de zorg die ik wilde. Ja. En wat ik wilde was twee dingen. Ik wilde een dokter die verstand had van polsen. En ik wilde dat hij mij behandelde als Bas Bloem met een gekneusde pols. En niet als de pols van kamer 6. En dat is voor mij regie in de zorg. En die snelle toegang en dat einde maken aan onzekerheid, wat ik voor mezelf kan regelen, dat gun ik iedere Parkinson-patiënt en sterker nog iedere patiënt in Nederland. Ja, en daar is wat voor nodig. Hè? Wij noemen het, wat zijn nou de drie goede vragen? En eigenlijk is het steeds in de spreekkamer, welke opties zijn er, welke behandelopties? Wat zijn de voor- en nadelen? Want het verhaal wat jij vertelt van die medicijnen, misschien helpen ze, maar als je heel slaperig, nou, dat heeft nogal wat impact dan. En wat past dan bij jou? En ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig, die drie vragen. Als patiënten die meenemen, denk ik, ja, dokters moeten die drie vragen ook kunnen begrijpen. Ja. Dat zou al enorm helpen. En ja, jullie geven dat gewoon heel goed aan. Ja, jij adviseert, zeg maar, patiënt om in feite die vraag gewoon op te schrijven. En te zeggen, elk consult, elk gesprek wat je met een zorgverlener hebt. Ja, door al die ervaringen van mensen, hè, wat jullie vertellen. De filmpjes die we net zagen, doen we ook samen met het ziekenhuis hier. Maar dat gaan we ook veel breder doen. Een campagne om die drie vragen, want ze klinken doodnormaal. Ja. Maar ik weet wel, als ik bij de dokter zit, dan vergeet ik altijd wat, hè? Ja. En daar ben ik niet uniek in. Dat zal bijna iedereen daar herkennen. Daar ligt ook een toekomst voor e-health, digitale informatie. Ja. Hoe ik zit te wachten tot die wearables, tot die hier komen. De mooie Michael J. Fox wearables. Zodat nou denk ik nog ook dat heel veel mensen echt niet weten wat je nu bedoelt. Sorry, dat is inderdaad waar. Simpel gezegd, een apparaatje dat bijhoudt
een aantal symptomen van jouw Parkinson bijhoudt. Want ik kan op een dag denken, nou, ik voel me echt brak, verschrikkelijk, dit en dat. En ik moet de volgende dag naar een neuroloog. Nou, het gaat echt helemaal niet goed. Ja. Nou, poe. Maar zo'n apparaatje houdt bij, een aantal van jouw dingen bij. En het heeft dus objectieve informatie en niet subjectieve. Dus ook dat is wederzijds uitwisselen van kennis, waardoor je beter beslissingen kunt nemen. Ja. En dat is één stap, dat is op het moment in de spreekkamer. Maar dan daarna. Kijk, ik kom uit online marketing. Als wij iets neerleggen bij een klant of een prospect, dan heb je daarna een follow-up. En dat houdt je ook in controle eigenlijk. Ja. Hè? Van, goh, hoe gaat het met je sport, Mariette? Goh, Mariette, heb je nog last van je zus en je zo? Dat zou nog ook een vervolg kunnen zijn, dat je dat toevoegt. Dat geeft jou informatie, dat houdt jou in controle, dat houdt jouw kennis op peil. Dus dat is het stuk buiten de spreekkamer, heen en weer een algemeen stuk of een patiëntspecifiek stuk. Ja, het gaat heel erg over informatie, dat je de juiste informatie op de juiste moment hebt. Ja. De stelling die op internet staat, die gaat er ook over van... Wie weet het beste wat goed voor mij is? Hè? Weet de dokter het beste wat goed voor mij is? En daar is op gereageerd. 48% van de kijkers zegt van ja, daar ben ik het helemaal mee eens. De dokter weet het beste wat goed voor mij is. En 52% is daarmee oneens. Dus eigenlijk is het bijna 50-50 verdeeld. Ja. Verbaast jullie dat? Of? Als wij representatief zijn, dan moeten jij en ik en jullie twee het wel eens en niet eens zijn. Maar... Ja, het zegt dus iets over die variatie in wat mensen vinden. Ik denk ook dat het nog met ongewenigheid te maken heeft. Ik denk dat patiënten ook nog heel erg moeten leren die nieuwe rol aan te nemen. De zorg is heel weerbarstig als het gaat om verandering. Iedereen kijkt toch nog een beetje op tegen God in zijn ivoren toren. Ja. En mensen moeten ook de nog dokter echt, bedoel je? De dokter, ja. En mensen moeten echt nog leren ook die rol zelf te nemen. Ja. Als ik die stelling zou moeten beantwoorden, ik laat gewoon mijn hart spreken. Zou ik zeggen, ik weet absoluut niet wat het beste is voor mijn patiënt. Nee. Het enige wat ik weet is dat ik een soort supermarkt ben met een aantal producten op de plank. Waarbij ik tegen de patiënt zeg, dit zijn de producten waarvan ik denk dat het goede producten zijn. Ja. En kiest u nou wat het beste bij u past. Ja, maar ik denk als je door zou vragen en tegen mensen zou zeggen van nou, je vindt dat de dokter het beste weet. Dus dan is er ook geen gesprek nodig, krijg je gewoon een briefje en een opdracht mee. Nou, dan weet ik zeker dat 100% van de mensen zegt, oh nee, maar dat wil ik niet. Precies. Ik wil wel het gesprek. Ja. En dan kom je toch weer op die vragen, wat kan er? Nou, daarvoor heb je de deskundigheid van de dokter. Ja. Maar zeker ook de ervaringen van andere patiënten. Ja. Hè? De verhalen die jullie willen vertellen. Hoe leef je met je ziekte? Hoe werk je? Hoe ga je met je familie om? Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk iets, dat kan een dokter niet, dat kunnen jullie wel. Dat is natuurlijk enorm waardevol voor mensen als ze de diagnose krijgen. Ja, ik ben er ook... Dat ik het hoorde, dat ik Parkinson had, dan weet je nergens van. Je weet niet wat het inhoudt. Nee. Je denkt inderdaad aan die oudere mensen die trillen, zei Prins ik al. Klaus, hè? Ja, inderdaad. Ja. En dan kom je terug en dan zegt de neuroloog van toch maar aan de medicijnen. En dan accepteer je dat gewoon. En zij schrijft iets voor en je gaat dat slikken. Ja. Want je hebt er geen verstand van. Maar langzamerhand weet je al meer van de ziekte en wil je al meer zelf meebeslissen. Maar jij weet ook wanneer de medicijnen helpen en wanneer niet. Ja. En je dokter kan alleen maar goed voorschrijven als hij die kennis heeft. Dus het gaat twee kanten op. Ja. Ja. Maar hoe meer je ervan weet, hoe meer je inspraak wil. Ja. Dus maar is het toch niet? Ja, goed. Nee, maar bijvoorbeeld, wil je bijvoorbeeld een hele effectieve pil die je 3 keer per dag moet nemen? Of een iets minder effectieve pil die je 1 keer per dag kan nemen? Ja, inderdaad. Ze zijn allebei goed. Ja. Ik heb geen uitgesproken voorkeur en dan moet de patiënt dan over meedenken. Ja, inderdaad. Ik heb 1 keer pillen gehad die ik in een glas water moest oplossen. En ja, die heb ik gewoon geaccepteerd. Maar achteraf denk ik, het is niet handig. Want als jij in de auto zit of 6 keer per dag zo'n pil met water moet innemen, dan dat lukt niet. Als je gewoon een pil en een flesje water mee kan nemen, dat scheelt enorm. En niet een glas en gaan roeren en dan op gaan drinken. Dat is helemaal niks. Dus daar heb ik ook voor gepleit in ieder geval. Gewoon lijk weer op anderen over. Dat werkt niet. Ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt. Ja. Daar heb ik neuroloog niet bij nagedacht. Ik ben een grote fan van die pil. Die is heel effectief, maar dus niet handig. Nee, voor jou niet. Voor mij niet. Misschien iemand die de hele dag thuis zit. Wel, maar ga eens even op vakantie. Een dag in de auto. Dat moet je iedere keer gaan stoppen. En dan ergens een glas water. En gaan oplossen. Dus geef mij maar een pil die ik in 1 keer doorslik. Dat is een
hele heldere mening. Ja. 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 Ik kan me ook voorstellen dat mensen thuis zeggen van het is juist wel lekker om het gewoon om die verantwoording over mijn zorgproces bij iemand anders neer te leggen. Dat je zegt van nou, de dokter, die is expert op dat gebied. Mm-hmm. Dus ik wil helemaal niet zeg maar, ik wil juist dat iemand anders dat voor mij beslist. Ja, maar daar zeg je wat. Je zegt zorgproces of je zegt de dokter weet het beste. Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Want Parkinson, ik noem het een systeemziekte eigenlijk. Mm-hmm. Er zitten heel veel knoppen waar je aan moet draaien. En ik wil het liefst aan alle knoppen draaien. Ja. Dat vind ik wel lekker namelijk. Maar sommige knoppen, de neurotransmitterknop of de pillenknop, ja, dat is niet mijn knop. Ik ben even de draad kwijt van waar we naartoe gingen. Dus het is breder, beheersen zeg maar. Van het zorgproces. Ja. Weet je, je komt een keer bij de logopedist, een keer bij de ergotherapeut, een keer bij de fysio, een keer bij je eigen sportcentrum en iedereen roept wat. Dus op dat stuk denk ik eerder van, nou, dat durf ik zelf wel te beslissen wat goed voor me is. Ja. Op het pillenvlak, jouw ervaring moet je delen met degene die jou dat voorschrijft. Dus dan ben je daarvan afhankelijk, dan is dat de deskundigheid. Ja. Maar het zorgproces is natuurlijk heel breed. Wat ik zeg, heel veel knoppen. En die knoppen veranderen ondertussen. Ja. En ik wil ze het liefst eigenlijk allemaal zelf aanzetten. Ja, wat voor pillen beschikbaar zijn, dat ga je er natuurlijk vanuit dat je dokter dat het beste weet. Dat lijkt me ook heel redelijk. En welke van die pillen dan voor jou geschikt is, dat geef jij net in een heel mooi voorbeeld aan. Ja, maar een arts kan ook niet letterlijk en niet figuurlijk in jouw hoofd kijken. Dat zou heel handig zijn. Ja. Om te zien van wat past het beste bij deze... meneer of mevrouw. Maar dan nog, ik zie patiënten die alles willen bespreken. En ik zie patiënten die niks willen bespreken. En dat zijn allebei hele kleine groepjes. Ja. En een hele grote groep van mensen zit daar tussenin. Ja. Uiteindelijk ben je natuurlijk als patiënt ben je de grootste expert op je eigen, eigen ziekte. Gewoon omdat je je omgeving kent, je weet wat je leuk vindt, wat je makkelijk vindt, wat je belangrijk vindt en dat weet de dokter, weet het allemaal niet van jou. Dus wat voor rekening zelf ooit naar een arts toegegaan van er klopt iets niet. Dat was ook jouw eigen signaal. Ja. Dus jij weet dat en iemand anders gaat jou helpen om dat te duiden. Ja. Wilde, moet er iets veranderen in de zorg op dit moment? Want je kunt zeggen, als patiënten moet je, kun je die vragen stellen, je kunt op die manier meer betrokken zijn bij de zorg. Maar landt dat goed bij dokters? Ja, er is nog wel even wat te doen. Kijk, we komen natuurlijk wel uit een hele reeks aan jaren. Hè, dan gingen we naar de dokter en dan zat iemand zo wat te schrijven met zo'n handschrift wat je echt niet kon lezen. Aankijken was ook niet erg gebruikelijk. Kunnen wij helemaal niet overwegen. En dan ging je weer de deur uit. Nou, dat komt nog voor, maar dat is gelukkig wel aan het uitsterven. Je ziet prachtige voorbeelden en het is geen sterspot, maar een klein compliment aan Parkinson Net wil ik dan toch echt wel maken. Al die zorgverleners die met hun patiënten samen kijken wat is nou de beste zorg. Ja. Ik zie het gelukkig steeds meer. Ja. Ik vind het wel heel mooi om te zeggen, ik hoor heel vaak van dat moeten jonge generaties dokters doen. Ik zie juist heel vaak dat er wat oudere dokters die ervaring hebben, die ook hun eerste fouten hebben gemaakt, die vertrouwd zijn met patiënten, dat daar eigenlijk de vernieuwing vandaan moet komen. En het is absoluut aan het veranderen. Ik denk dat het niet meer te vergelijken is met 20 jaar geleden. Maar er moeten ook nog stappen gezet worden. Ja. Ja. Zowel voor dokters als voor patiënten. Hè. Wij zijn het ook niet zo gewend om te zeggen, ja, maar luister nou eens even. Mijn moeder deed dat niet, hoor. Nee. Nee, het is een en ik wel, maar ik vergeet wel altijd nog die laatste vraag. Hè? Ja, opschrijven. Opschrijven, hè? Partner mee. Partner mee is ook goed. Ja. Ja. En de dokter is een belangrijke, maar wat ik net zei, er zit een heel zorggebeuren omheen. Ja, nou zeker. En bij Parkinson is dat ook vrij logisch dat allemaal eromheen gesorteerd, of logisch, dat is heel fijn dat het eromheen gesorteerd is, omdat het natuurlijk een ziekte is die je hebt en die heel lang duurt en steeds meer mensen hebben. Dus Want we hebben het over de dokter, maar de verpleegkundige... Ja, wie zie je nou het meest? Wie zie je nou het meest? En die kunnen elkaar ook tegenspreken. Dus en dan ben jij weer degene die als patiënt dat weet. Hè? Dus op het moment dat je bij de fysiotherapeut bent en de fysiotherapeut spreekt de neuroloog tegen. Op het moment dat je dat niet zegt, weet de fysiotherapeut dat ook niet. Nee. Dus je bent als patiënt zeg maar meest betrokken bij je eigen coördinatie ook. Maar het kan ook belastend zijn, denk ik, voor
voor je als patiënt. Ja, natuurlijk. Soms heb je daar helemaal geen zin in. Dan denk je van, weet je, nu even niet. Nu wil ik gewoon buiten spelen, bij wijze van spreken. Nu ben ik er even klaar mee. Maar je moet naar de dit en je moet naar de dat. Ja. Maar het is simpel gezegd voor je eigen bestwil. Dus dan doe je het. En fantastisch dat het kan. Ja. Echt fantastisch. Ik denk dat het een belangrijk onderdeel, want ik vond je vraag interessant, hè? Wat moet er veranderen? Ik denk dat tijd ook wel een heel belangrijk element is in de spreekkamer, want shared decision making, samen beslissingen nemen, luisteren naar de wensen van je patiënt en van de klant, kost gewoon tijd. Ja. En wat je nu ziet is dat in hele korte consulten is het gewoon makkelijker om te zeggen, pats, ik schrijf een receptje uit en neem maar mee. Ja. Ja. Luisteren kost tijd, maar ik ben er echt van overtuigd, 3 keer 10 minuten is minder effectief dan 1 keer 30 minuten en goed zitten. Ja. Want in 10 minuten geef je de patiënt de verkeerde pil, die komt terug, die zegt het werkt niet, pats, een nieuw recept, weer niet het goede recept. Dus investeer 1 keer in de diepte, in het luisteren naar je wensen van je patiënt en kom dan 1 keer tot een goede behandeling. En dan komt die ook minder vaak weer terug en die tijd win je 10 keer terug. Ja, efficiëntie is een ding, hè? Hoe bereikbaar ben je als dokter, hè? Moet die patiënt nou echt afhankelijk zijn van dat ene consult? Jij zei net al iets over digitale zorg. Dat is natuurlijk heel handig zijn. Je kunt van, natuurlijk prachtig een vraag via beeld aan een dokter vragen. Ook dat je zelf een follow-up krijgt. Ook voor therapie trouwens, zal ik maar zeggen. Van, ben je nog lekker aan het sporten? Ja. Gaat het goed met je medicijnen? En dan heb je ook het idee van, ik ben dus weer in controle. Ik weet wat er gebeurt. En er is iemand die even een tip geeft van, ben je nog bezig met dit en dat? En je hoeft niet altijd naar die specialisten. Nee. Pleegkundigen weten natuurlijk heel erg veel. En zijn ongelooflijk belangrijk Absoluut. Proces. Ja. Ik zeg altijd vaak, er wordt wel eens gezegd, er zijn te weinig dokters. Ik denk dat er zat dokters zijn, er zijn te weinig verpleegkundigen. Ja. En die zijn hun gewicht in goud waard en kunnen inderdaad heel veel taken van dokters overnemen. En met name als het gaat om informatieverstrekking en snelle toegankelijkheid. Ja, helemaal mee eens. We komen aan het eind van dit eerste blok. Tijd gaat heel snel. Ik wil jullie nog iets meegeven over dit onderwerp? Van je zegt van, dat is nu nog niet ter sprake geweest, wat ik echt nog graag wil delen met de kijkers. Nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zelf bepalen van wat ze willen en wat voor informatie ze nodig hebben om zo goed mogelijk met hun ziekte om te kunnen gaan. Ja. En ik kan 1 ding weet ik zeker, dat verzin je niet te plekken in die spreekkamer. Moet je echt thuis voorbereiden. Ja. En mensen weten zelf het beste met wie ze dat dan doen. Ja. En wat waren de 3 vragen? Kun je dat nog 1 keer herhalen voor ja, de kijkers? Ja. Wat voor behandelmogelijkheden zijn er? Wat zijn de mogelijkheden? Dus wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen? Ja. En wat past dan het beste bij mij? Ja. Dus als je dat meeneemt naar elk gesprek met een zorgverlener, dan ben je al bezig met een stukje verantwoording of een stukje regie nemen. Het helpt een klein beetje. Ja, zeker. Ja. Mooi. Corny, heb jij... Nee, ik ben het er eigenlijk helemaal mee eens. Vooral goed voorbereiden op het gesprek en niet een dag van tevoren. Maar in de loop van de tijd dat je heen moet, gaan nadenken van hoe gaat het precies en wat wil ik vragen. Ja. En samen kijken wat het beste is. Ja, en je hebt absoluut een stem, zeg maar. Je hebt zelf een mening over dingen die je zelf belangrijk vindt. En die mag je delen. Het is niet zo dat de dokter bepaalt. Nee, dat vind ik niet. Ik bedoel, je bent je gezondheid... verlies je in zekere zin, maar je gezonde verstand. Nog niet. Dat zit er nog. Ja. Dus. En dat beperkt zich ook niet alleen deze discussie tot nogmaals tot de spreekkamer, maar het hele zorguniversum van Parkinson. En dat is natuurlijk groot. Ja, nee, zeker. Ja. Oké, wil je daar nog iets aan toevoegen, Bas? Nee, dan een soort van boodschap aan de collega's, collega-neurologen, andere specialisten. Investeer in die tijd. En die tijd win je 10 keer terug. Ga 1 keer, dan neem de tijd, vraag naar de wensen van de patiënt en dan komt het goed. Mooi. Hartelijk dank alle 4. Dankjewel. Voor jullie betrokkenheid en het delen van jullie inzichten. We gaan nu naar het volgende blok over wetenschappelijk onderzoek en de rol van de patiënt daarbij. Gasten gaan wisselen. Ondertussen kijken wij naar een blog over wetenschappelijk onderzoek ingesproken door Bas. Dank jullie wel. Bij Wereld Parkinson Dag hoort natuurlijk ook een discussie over wetenschappelijk onderzoek.
En het wetenschappelijk onderzoek ondergaat op dit moment grote veranderingen. Traditioneel wetenschappelijk onderzoek wordt bedacht door dokters, wordt uitgevoerd in het ziekenhuis. En we gebruiken daarvoor hele complexe apparatuur met camera's, met grote platforms. En de data zijn ook typisch iets van de dokters. En bijvoorbeeld in deze omgeving is een experiment wat wij bedacht hebben om het evenwicht te onderzoeken van mensen met de ziekte van Parkinson. Dat is een voorbeeld van onderzoek zoals dat eigenlijk al vele... Oh, zo, nou dat was een mooi voorbeeld van hoe we dat onderzoek uitvoeren. Ik ga mijn verhaal even op een wat rustige plek afmaken hoor. Nou, dit zit toch wel even een heel stukje rustiger. Wat ik wilde zeggen is dat het wetenschappelijk onderzoek een enorme transitie aan het ondergaan is van een wereld waarin vroeger de onderzoeksvragen werden bedacht door dokters en wetenschappers, de data het eigendom bleven van ziekenhuizen en van de wetenschappers, het geld werd verworven door de onderzoekers, naar een nieuwe wereld waarin patiënten gaan meedenken over welke onderzoeksvragen belangrijk zijn, wat de prioriteiten heeft, hoe dat onderzoek eruit moet zien, wat de rol van patiënten daarin kan zijn. Patiënten ook echt meedenken over de opbouw van zo'n wetenschappelijk experiment en zelfs ook gaan meehelpen met het vinden van financiering voor dat onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan crowdfunding. En een heel mooi voorbeeld is dat er nu onderzoeken mogelijk zijn op bijvoorbeeld een smartphone, waarbij patiënten zelf bepalen of ze meedoen aan dat onderzoek, zichzelf thuis scoren, zelf eigenaar blijven van die data en bepalen welke onderzoekers over heel de wereld met hun data onderzoek mogen doen. Nou, dat is een enorme kanteling in het denken over wetenschappelijk onderzoek. Daarmee niet gezegd hebbend dat wetenschappers geen invloed moeten hebben. Integendeel, net zoals we in de zorg nadenken over shared decision making, samen beslissingen nemen, zo moet je ook in de wetenschap veel meer samen gaan bepalen wat deugdelijk, goed en belangrijk onderzoek is. En daarvan is zo'n smartphone onderzoek maar één van de vele voorbeelden. Ik vind dat een hele spannende nieuwe ontwikkeling en ik kijk er enorm naar uit om samen met patiënten dat nieuwe wetenschappelijk onderzoek op die manier vorm te gaan geven. Tafel aangeschoven. Hartelijk welkom. Elisabeth Vonke, neurologe aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Al hoeveel jaar neurologe? 12 jaar. 12 jaar. Alweer 8 jaar in het VU. Okay. Na een lange tijd in het AMC gewerkt hebben. En alleen Parkinson-neuroloog? De laatste 8 jaar met name Parkinson, maar daarvoor ook allerlei andere bewegingsstoornissen, alles wat te veel beweegt. Ja. Oké. Okay. Nou, hartelijk welkom. Erik Roos, voorzitter van de Parkinson-vereniging en ook Parkinson-patiënt. Hartelijk welkom. Mag ik vragen hoe lang jij Parkinson hebt? Dat weet bijna niemand. Oké. Dus dat de diagnose is bij mij gesteld begin 2003, dus dat is 12 jaar geleden. Oké. Okay, ja. Ik vermoed dat het een paar jaar langer is geweest dat ik het al onder de leden had, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar bij mij is het denk ik wel vrij vroegtijdig vastgesteld. Ja, oké. Okay. En ook een aantal jaren nu voorzitter van de Parkinson Vereniging. 4 jaar. 4 jaar, ja. Nou, hartelijk welkom. Dankjewel. En Tanja Berk, patiëntonderzoeker. En nu moet je even uitleggen wat dat is, patiëntonderzoeker. Ik ben ook patiënt, laat ik daar ook even beginnen. En als patiëntonderzoeker houd ik me ook bezig met wetenschappelijk onderzoek. En dan niet als, dat bedoel ik niet als proefpersoon, want die heb ik natuurlijk ook nodig. Maar ik draai ook mee in het team van onderzoekers. Om op die manier mijn ervaringsdeskundigheid als patiënt zeg maar in te brengen in het onderzoeksteam. Ja, dus je bent geen professioneel onderzoeker? Nee. Vanuit het patiëntperspectief denk je mee over wetenschappelijk onderzoek? Precies, want ik ben wel een professional op het gebied van die ervaringsdeskundigheid. Ja, wat bedoel je professioneel onderzoeker? Even de vraag terugplaatsen naar jou. Nou, dat je zelf wetenschappelijk onderzoek doet of en betaald wordt voor wetenschappelijk onderzoek. Niet op het gebied van Parkinson, nee. Maar wel ik heb wel een wetenschappelijke studie achter gedaan, maar dat staat even los van mijn rol als patiëntonderzoeker. Ja. Nou, daar gaan we het zo verder over hebben. Nou ja, Bas, als onderzoeker weet je alles van wetenschappelijk onderzoek. Misschien moeten we daar eerst even starten. Van waarom is het eigenlijk van belang dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan? En wat voor type onderzoek heb je? Even heel globaal, zeg maar.
Ja, weet je, wetenschappelijk onderzoek is nodig om uiteindelijk de wereld van de Parkinson een stap verder te helpen. We weten nog steeds niet precies waarom de cellen in de hersenen doodgaan. We weten nog niet goed wat de optimale behandeling is. En als je uiteindelijk mensen met Parkinson die de ziekte hebben, beter leven wil geven, als je misschien op termijn ooit die ziekte wil voorkomen, daar is wetenschappelijk onderzoek voor nodig. Het is wel zo dat de aard van het wetenschappelijk onderzoek heel erg gaat veranderen. Nu is dat heel erg iets wat dokters bedenken. Wij hebben een briljant idee en we gaan dat uitvoeren. We verwerven het geld, we voeren het uit. De data zijn van mij en ik mag er alleen maar naar kijken. En die wereld gaat heel erg veranderen. Ja. Herken jij je, Lisbeth? Ja, ik kom oorspronkelijk uit een iets zuidelijker gelegen land, België, waar wetenschappelijk onderzoek toch ook anders bedreven wordt. Ik ben al veel langer hier in Nederland onderzoek aan het doen. En dat is ook een van de redenen waarom dat ik in Nederland ben komen werken. Omdat heel veel onderzoek wordt gericht op klinisch relevante vragen. Hè. Wat kunnen we voor de patiënt die voor je zit in de kamer, wat kunnen we daarvoor betekenen? Hij heeft een klacht waarvoor dan niet onmiddellijk een medicijn bekend is. Maar hoe kunnen we door wetenschappelijk onderzoek toch de kwaliteit van leven voor die patiënt verbeteren? En dat vind ik heel belangrijk onderzoek. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om op zoek te gaan van waar, hè, wat gaat er fout in de hersenen? Dat is dat fundamenteel onderzoek, hoe we dat noemen. Wat niet minder belangrijk is, alleen bij mij ligt de passie vooral van wat kan ik doen voor de patiënt die voor me zit. Ja. En ik ben heel blij dat andere neurologen, onderzoekers zich richten op dat fundamentele onderzoek. Want dat willen we uiteindelijk wel bereiken. Een pil of wat dan ook, een interventie die de ziekte geneest. Ja. Even aanvullend op Elisabeth, ik maak altijd een onderscheid in drie soorten. Fundamenteel onderzoek om algemene kennis te verhogen en te vermeerderen. En dan cure-onderzoek, wat ook vaak bij bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven plaatsvindt. Hè. Dus echt een nieuw molecuul uitvinden of een nieuwe strategie uitvinden voor de behandeling. En dan het care-onderzoek, dus zeg maar alles wat te maken heeft met het optimaliseren van de huidige zorg, van de huidige behandelmethodiek en van de kwaliteit van leven van de huidige patiënten inderdaad. Ja. Dus ik vind het voor mezelf makkelijk om die onderscheiden in drieën te maken. En volgens mij hangt het af van het type onderzoek wat de betrokkenheid van de patiënt zou moeten of kunnen zijn. Ja. Ook wat die zou kunnen zijn, want ik denk dat het cure-onderzoek bijvoorbeeld, denk ik, de betrokkenheid wat lastiger aan te geven. Ja, en wat bedoel je met betrokkenheid dan? Nou, als je echt een genetische strategie gaat uitzoeken om een DNA-change of een modificatie van genen te maken. Ik weet niet wat daar de betrokkenheid van patiënten kan zijn. Die kan veel groter zijn bij care-onderzoek, denk ik. Ja. Nou, ik zou je een voorbeeld geven hoe je daar de patiënten ook bij kunt betrekken. Stel, eerst is financiering. Ja. Stel, je hebt 1 miljoen te besteden, maar je kan dat maar 1 keer uitgeven. Dan zullen de patiënten moeten zeggen, ik wil dat uitgeven aan cure-onderzoek, waar misschien over 10 jaar toekomstige patiënten van profiteren. Of ik geef het uit aan care-onderzoek, waar patiënten vandaag van profiteren. Dat is een strategische keus die nu door dokters wordt gemaakt, of de onderzoeksbureaus, maar daar kunnen patiënten een grote rol in spelen. Ja, die strategische keuze inderdaad wel, ja. Maar als je dan vervolgens echt gaat vertalen naar wetenschappelijke inhoud, wordt het complexer. Dan wordt het complexer, maar ook daar, bijvoorbeeld, jij staat een buisje bloed af, DNA, en dat geef je bijvoorbeeld aan de VU. De VU is heel sterk in genetisch onderzoek. Maar nu kan alleen de VU onderzoek mee doen. Wat je nu ziet is een shift in het onderzoek, waarbij dat onderzoek, dat DNA, dat blijft jouw DNA. Dat komt straks in een publieke bank, zodat een Japanner of een Chinees daar ook onderzoek mee kan gaan doen, waardoor jij als patiënt veel sneller profiteert. Ja. Dus ook daar kan de rol van patiënten heel erg gaan veranderen, met name door eigenaar te blijven van de data. En ik ben met je eens, in het werven van fondsen en het vermeerderen van gelden om dat onderzoek aan te kunnen zetten, kunnen we natuurlijk absoluut ook een rol spelen. Maar En soms gaat het ook om kleine dingen, ook in onderzoek waar je misschien niet direct ziet, maar wel dus proefpersonen nodig zijn. Dan gaat het ook om hoe worden die proefpersonen gezocht en hoe worden ze benaderd. En ook in dat traject kunnen ervoor zorgen dat het zo prettig mogelijk voor de patiënt is. Zeg maar, dat het niet belastend is voor de patiënt. Ja. Dus op die manier kunnen we zo'n rol kunnen we ook spelen. Ja, ik denk dat heel belangrijk is, omdat ik leid zelf een landelijke studie, dus je valstudie, waarbij we kijken wat een bepaald middel doet op het vroegtijdig behandelen van hallucinaties die niet bedreigend zijn. En we hebben een patiëntonderzoeker erbij betrokken. En dan met name van, als we allerlei vragenlijsten en hoe belastend is dat? En de patiënten moeten een aantal keer opnieuw gemeten worden van, kunnen we dit wel met de aantal lijsten die we bedacht hebben? En dokters willen heel veel meten. Want dat is weten, hè? Dat is dan nog steeds zo.
En ja, daarvan is het wel belangrijk van, vragen we toch niet te veel aan de patiënt. En ja. daarin zie ik een heel grote rol. Het vooral ook meedenken bij meer fundamenteel onderzoek, dat vind ik nog lastig. Omdat, ja, zoals er net al gezegd werd, hè, de kennis van de neurotransmitter bij de patiënt, die is vaak niet aanwezig. En bij veel Parkinson-neurologen ook niet. En dan denk ik toch van, ja, ieder zijn tak van sport. Maar dat, zeker. Ja. Mag jou, want je gaf net aan, je bent met een landelijke studie bezig. Kun je daar eens iets over vertellen? Hoe zit dat nou in elkaar, zo'n studie? Dat is een heel lang proces. Want we hebben het al ook benoemd. Eerst en vooral gaat het om funding. En dat is... Dat je geld krijgt voor om een studie te krijgen om überhaupt te kunnen starten. Daar is veel bloed, zweet en tranen aan vooraf gegaan. Ja. Maar uiteindelijk wel gelukt. En dat is via Zon en Wee gelukt. Ja. Dat is weer al een aantal jaar geleden. En je ziet nu dat bij elke subsidieaanvraag dat de concurrentie moordend is. En dan ben ik het helemaal met Bas eens dat ook patiënten daarin kunnen helpen om crowdfunding. Dat is nu ook een modewoord, maar ik denk een heel belangrijk woord. Waarbij dat we samen met patiënten kijken van hoe kunnen we los van de overheid, want het wordt toch allemaal moeilijk, toch nog voldoende financiering vinden. Voor datgene dat is, wat patiënten belangrijk vinden. Ja. En daarnaast dan het opzetten van de studie, dat is ook weer een heel proces waarbij heel veel mensen betrokken zijn. Een heel team is daaraan verbonden. Ja. Trial nurses, maar ook de patiënt, ook weer voor de belasting. Het bedenken van wat nu belangrijk is als klinische vraag of meer fundamentele onderzoeksvraag. Ja, of dat daar dan de patiënt, het is wel de ervaringsdeskundige. Maar ik vind het soms moeilijk om toch te bedenken van, wat is de input daarvan van de patiënt? Maar misschien dat... Ja, ik wil er wel even op reageren. Want het is misschien moeilijk even zeggen dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is van ons. Dat wij op de stoel van de arts of de onderzoeker gaan zitten. Maar ik denk dat wij gewoon aanvullende kennis kunnen inbrengen. En onze rol in het onderzoek, dat kan ook variëren. In het ene onderzoek heb je een heel andere rol als in het andere onderzoek. Er zijn ook voorbeelden dat we wel meedoen, ook met de uitvoering van het onderzoek. Bijvoorbeeld door mee te helpen bij het interviewen van patiënten. Ja. Dat levert vaak toch weer andere of aanvullende informatie op dan dat je dat alleen overlaat aan de onderzoeker. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens, want dat is ook wat we nu zien. We zijn nu ongeveer 1 jaar aan het includeren en de inclusie, zoals bij elke trial, dat loopt toch achter. Want inclusie en trial, wat bedoel je daarmee? Dat patiënten die worden geselecteerd als potentiële deelnemer aan het onderzoek. Ja. En dat is dan de arts die nadenkt van, is die patiënt geschikt? Ja, want even zo'n onderzoek ziet eruit dat je vraagt heel veel patiënten, een paar honderd patiënten. Ja. Die vraag je om deel te nemen aan de studie en die worden dan verdeeld over 2 groepen. Ja, dan beslist het lot eigenlijk of dat de patiënt het echte medicijn krijgt of een placebo. En dan ga je vervolgens mensen volgen in de tijd en dan ga je telkens meten en kijken van of de ene groep het uiteindelijk beter doet dan de andere groep. En dat zorgt er dan voor dat misschien ook dan de richtlijn uiteindelijk verandert. Dat de behandeling er anders uitziet dan wat we nu denken dat de beste methode is om in het kader van de Cheval-studie van wait and see, ze zijn niet bedreigd, dus we moeten niks doen. Ik ben ervan overtuigd dat we wel iets moeten doen, want dat het van kwaad naar erger gaat. Want de patiënt moet heel goed ook weten van wat houdt het in. En daar kan zeker patiëntonderzoeker wat in bijdragen, maar ook bij de patiënten van overtuigen van het is belangrijk om mee te doen. En dat zou misschien ervoor kunnen zorgen dat de inclusie zoals het nu loopt, dat die toch ook nog makkelijker... Wat vinden wij dat iedere patiënt zou moeten meedoen aan wetenschappelijk onderzoek, zeg maar? Of wat? Maar ja, dat per definitie, nee. Nee, dat zou je natuurlijk heel graag willen, maar dan kun je snel die studies uitvoeren. Maar goed, patiënten hebben daar natuurlijk ook baat bij, want op het moment dat je studies uitvoert, dan komt er nieuwe kennis. Ja. Ja, maar je ziet daar een hele interessante verschuiving, onder andere in Amerika nu. Kijk, de Cheval-studie is een mooi voorbeeld, hè? Elisabeth is op zoek naar een vrij unieke populatie patiënten, is daarbij afhankelijk van de dokters die patiënten moeten vinden, motiveren en vervolgens doorgeven. In Amerika is nu een tendens ingezet door de Michael J. Fox Foundation, waarbij alle criteria voor studies op internet staan en patiënten zichzelf aanmelden voor onderzoek.
En dat is natuurlijk ook weer een kanteling, dat je niet meer afhankelijk bent van dokters. Dan kun je die crowdfunding er ook mooi aan koppelen. En dan kun je dan de crowdfunding aan koppelen. Kunnen mensen een bepaald project kun je dan financieren, helpen financieren. Dus je maakt patiënten veel meer deelgenoot van wat is er aan de hand aan onderzoek en waar willen zij aan meedoen. Ja, nee, dat is zeker. En ook maar voor... is het... Want ik kan me ook voorstellen, het kan ook belastend zijn om onderzoek te doen voor patiënten. Ja. Maar ja, daar is dus een grote rol weggelegd voor de patiëntonderzoeker, denk ik. Juist bij die belasting, wat ik al zei, van we willen heel veel meten. En ook bij de Cheval-studie hebben we bewust gekozen om het zo beperkt mogelijk te houden, om iemand toch doorheen die studie toch het einde te laten voltooien. Ja. Ja. En niet, daarin... Ja. Dat moet dan al in een vroeg stadium, want het heeft geen zin om het allemaal dan te bedenken en dan te starten met includeren en dan te bedenken, oh, wat hebben we nu allemaal bedacht en dat de een na de andere patiënt stopt met deelname aan de studie. Dus in een vroeg stadium betrekken van de patiënt is... Maar ook voordat we daar zijn, bij de situatie die je net schetst, daar ook nu bij het... zoeken van die proefpersonen kunnen we een rol spelen. Dus een stukje communicatie op dat moment, maar ook communicatie als het onderzoek afgelopen is, zeg maar. En we het hebben over implementatie, als het in gebruik moet worden genomen, dat het niet blijft bij een wetenschappelijk artikel, maar dat er ook iets mee wordt gedaan. En dat mensen die Parkinson hebben, die dat ook weten. En voor ander onderzoek ook, bijvoorbeeld het initiatief van mijn collega Henk Berends, het landelijk Parkinson-cohort, waarbij je patiënten jarenlang wil vervolgen, dan is het ook heel belangrijk van wat gaan we allemaal meten? Want je wil patiënten 10 jaar, omdat je wil te weten komen van wat voor verschillende types Parkinson zijn er nu en hoe gedragen die zich en hoe zit het dan genetisch. Moet je heel goed bedenken van wat kunnen we er allemaal... aan toevoegen aan het basispakket en tools wat we gebruiken. Ja. En daarin is essentieel dat de patiënt meedenkt. Ja, nee, ik denk dat het heel belangrijk is, omdat je daarmee ook voorkomt dat het dat onderzoek een hobby wordt van een onderzoeker. Hè? Ja. Ik denk dat deze discussie sowieso heel veel parallellen heeft met het vorige blok. Hè. Daar ging het over regie. Ja. Zeiden we van nou, het is afhankelijk van de wens en de situatie en de specifieke patiënt hoeveel regie hij zou willen of zou moeten hebben. Ja. Maar er moet altijd samengewerkt worden. Ja. En dat is eigenlijk hier ook het geval. Hè. Sommige onderzoeksprojecten vragen meer betrokkenheid of minder betrokkenheid van patiënten in de definitiefase of in de uitvoeringsfase. En ik denk dat je daar met elkaar van bewust moet zijn. Dat je die samenwerking moet opzoeken op het niveau dat het nodig is. Ja. En dat is wisselend. En net zoals de regie en de zorg. Dat is voor iedereen ook verschillend. Nee, helemaal mee. Ja. Dus het is niet per se zo dat patiënten onderzoeksprojecten moeten definiëren. Nee. Het is ook niet per se zo dat hij de regie moet nemen. Nee, ook niet. Maar ook niet. Hè. Dus je moet gewoon kijken naar de situatie en wat het nodig heeft. Ja. Misschien nog aardig om over die inclusie van patiënten een anekdote te vertellen. Wij werken nu samen met Apple en Sage Bionetworks. Die hebben een applicatie ontwikkeld voor de smartphone, waarop mensen zichzelf thuis kunnen meten. Dat was een heel klein stukje te zien in die blog die we net lieten zien. Nou, mijn grootste studie die we ooit gedaan hebben, zaten 800 mensen in. Daar hebben we een paar jaar over gedaan. Op dag 1 zaten er 7000 mensen in die studie. Die zichzelf aanmelden voor die studie, die zichzelf thuis meten. En die eigenaar blijven van alle data op die smartphone. Weet je, dat is het nieuwe denken in de zorg. Het gevaar is natuurlijk dat niet mensen zijn waarvan wij als dokter zeggen, die heeft precies die en die type Parkinson. Maar juist omdat dit om enorme aantallen gaat, kun je daarmee weer het kaf van het koren scheiden. En ik denk dat daar een enorme toekomst voor het onderzoek ligt, waarbij patiënten zichzelf aanmelden voor onderzoek. Ja. De stelling op parkinsontv.nl luidt, de inhoud van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson moet in de toekomst meer bepaald worden door patiënten. En wat denken jullie, hoeveel is het daarmee eens? Ik denk de meerderheid. 80, 90. Meerderheid. Ja, de meerderheid, maar je zegt bepaald of meer bepaald? Wordt meer door patiënten bepaald. Dan zal de meerderheid ervoor zijn geweest. Ja, we hadden hem wat strenger moeten stellen. Ja. Nee, maar het klopt. 70% is daarmee eens. Oké. Okay. Ja. Nou, er is een heel interessante artikelenserie in de Lancet verschenen. En dat heet Medical Waste in Research. Oftewel afval in het wetenschappelijk onderzoek. En een van de dingen is dat blijkt dat patiënten vinden dat er heel veel onderzoek wordt gedaan door wetenschappers dat zij helemaal niet klinisch relevant vinden. Ja. En wat dus ook in de prullenbak belandt, wat een heel esoterisch onderzoek is. En de conclusie van die Lancet-series is dat patiënten ook daadwerkelijk veel meer moeten betrokken worden bij het bepalen van de onderzoeksagenda. Ja, misschien wel een voorbeeld om daarin te noemen. Jij zei het al, Erik, in je inleiding van
dat veel patiënten ook te maken hebben met het feit dat het... je vraagt, hoe lang heb je de ziekte? Nou, de diagnose was dat en dat jaar. Maar eigenlijk weet je dat je al veel langer achteraf gezien, dat je al veel langer last had. En als je het hebt over de diagnose in het onderzoek, dan concentreerde dat zich vaak op het moment dat je al bij de neuroloog zat en daar diagnose stellen. Maar juist, wij vonden als patiënt het belangrijk, die route daar naartoe. Van, dat je eerder door hebt als patiënt en ja, dat er iets aan de hand is en dat het door de huisarts ook herkend wordt. Dus de route naar de diagnose toe. Dus ook iets wat vanuit de patiënt eigenlijk gekomen is als onderwerp. Ja, nou. Mooi. Het voorbeeld van Bas van die Apple app. Is natuurlijk een mooi voorbeeld van dat nieuwe manieren van werken ontstaan, doordat je verrassende samenwerkingen aangaat of zeg maar over grenzen van hokjes heen denkt. Hè. Dus ja. In dit geval IT koppelen aan deze problematiek. En ik denk dat in Nederland gewoon heel goed de goede kant op gaat met de medische gemeenschap die echt over de grenzen samenwerkt. Er is echt een generatie opgestaan waarvan hier een paar mensen aan tafel zitten. Die echt bereid zijn om niet alleen maar in een koninkrijkje te opereren, maar echt samen die studies te doen. En daardoor veel efficiënter ook met dat onderzoeksgeld omgaan. Ja. Ik ben daar heel positief over. Dat wil ik wel even als compliment plaatsen. Ja, mooi. Ja. Ja. Nou, en ik denk wat daarin ook heel mooi is, dan komen de complimenten terug, is richting de Parkinsonvereniging, dat de Parkinsonvereniging ook een rol wil spelen in het vormgeven van de onderzoeksagenda. En ik denk dat patiëntonderzoekers is een initiatief van de Parkinsonvereniging, toch? Ja, nou, maar dat komt ook wel bij andere verenigingen. Ja. Nee, maar goed, dus misschien kun je daar iets over vertellen. Wat is precies de rol van een patiëntonderzoeker? Nou, wat de rol is, we willen, zoals ik al eerder zei, eigenlijk meedraaien in dat onderzoeksteam. En absoluut niet op de stoel zitten van de onderzoeker. En ik ben ook van mening, wij zijn ook van mening, het is niet... Dat de artsonderzoeker niet denkt aan de patiënt, maar je moet je voorstellen dat die artsonderzoeker heeft een ander referentiekader, een ander achtergrond. Dus die weet niet die weet wel veel over die ziekte, maar die weet niet wat het doet als een patiënt thuis is in zijn thuissituatie. Of die weet niet precies wat het hoe het doorcijpelt in andere zaken als die in de spreekkamer behandeld worden. Dus wij kunnen gewoon extra informatie, extra kennis bijdragen, denk ik, in het onderzoek. Ja. Dat is gewoon belangrijk om te realiseren. Het is niet dat we op die stoel willen zitten of dat we denken dat... Dat ze niet vertrouwen. Precies, nee, maar we kunnen iets extra's bieden. En dat extra's, dat zal per onderzoek anders zijn, variëren. En soms wat meer en soms wat minder. Dat moet je met elkaar dus uitkomen in een gesprek. Ja. Ja. Bas, zijn er veel patiënten die niet mee willen werken aan onderzoek? En wat zijn dan de redenen? Weet je dat? Nou, ik denk, jouw punt over van belasting is natuurlijk wel terecht. Wij vragen soms best veel van patiënten. En patiënten zijn, dat blijkt ook uit ons, ook niet helemaal vrij om nee te zeggen. Omdat je als patiënt altijd stiekem hoopt. We zeggen altijd, je doet onderzoek om andere mensen in de toekomst te helpen. En toch blijkt dat mensen stiekem denken, als ik meedoe, gaat het met mij ook beter. Dan zit ik als eerste bij als er iets... Dan zit ik als eerste bij en dat snap ik ook. Dus als patiënt sta je niet helemaal vrij om nee te zeggen, dat blijkt, dat is één ding. En het tweede is dat mensen natuurlijk ook gewoon daarnaast een leven hebben. Ik zeg altijd, je moet eerst leven en dan komt Parkinson. En als mensen voor het ene na het andere onderzoek gevraagd worden, kan het ook best een belasting zijn. We doen bijvoorbeeld een studie waar wij weer moeite met inclusie hebben. We hadden prachtig bedacht achter de tekentafel, moesten mensen 3 keer in de week naar het Radboud komen en dan op een lopende band lopen met een virtuele driedimensionale omgeving, waarbij je over obstakeltjes moest stappen en zo, omdat dat goed was voor je hersenen. Dat geloof ik nog steeds, maar we hadden verzuimd aan de patiënten te vragen of zij bereid waren 3 keer in de week dat rotteind naar het Radboud te rijden over de Waalbrug. En dat willen ze dus niet. Nee. Dus die trial heeft heel veel moeite met de inclusie, omdat we verzuimd hebben de patiënten te vragen. Dat was gewoon te belastend. Ja. Als je patiënten, kijkers advies zou willen geven over, ze worden gevraagd voor een wetenschappelijk onderzoek, komen bij de dokter of ze worden gebeld door een onderzoeker. En die zeggen van, wil je meedoen aan wetenschappelijk onderzoek? Hoe maak je dan zo'n keuze als patiënt? Wat moet je dan laten meewegen? Eén weg is denk ik toch ook richting Parkinsonvereniging. En dan toch even navragen bij de patiëntonderzoeker. Die ook misschien wat beter je taal begrijpt op dat moment. Wat voor onderzoek het is en wat het nut zou kunnen zijn. Ja. Dat is denk ik één weg die je kunt volgen. Ik geloof heel erg in die aanpak van de Michael J. Fox Foundation, de Trial Finder. We zouden eigenlijk samen met Henk Berends in het kader van het Parkinson Cohort een lijst moeten maken van dit zijn de onderzoeken in Nederland die daar plaatsvinden.
Kijk als patiënt of u voldoet aan de criteria. Kijk of u dat interessant vindt. Kijk of u dat qua belasting acceptabel vindt. En laat mensen veel meer zichzelf aanmelden voor onderzoek. In plaats van dat we afhankelijk zijn van die drukke neurologen. Die verwijt ik het ook niet. Die denken daar vaak niet aan. Ja, dus in die publicatie zet je ook... Die hebben de tijd niet. In die publicatie zet je ook van wanneer gaat de trial ongeveer plaatsvinden? Wanneer gaat die plaatsvinden? Hoe kan ik me aanmelden? En dan is het niet uw vraag. Heeft u contact naar de vereniging? Ja. Dat is prima. Een soort trial-platform waar ook patiënten echt makkelijk toegang. En dat is dus dat voorbeeld van de Michael J. Fox. Ik denk dat dat zeker de toekomst is. Ja. Dan krijg je ook een beter overzicht van wat er ook landelijk allemaal gebeurt aan onderzoek. Want dat is iets wat ook nog een stap is die we moeten maken als Parkinson-neuroloog. Denk ik landelijk van helemaal goed duidelijk weegeven wat iedereen doet en dat allemaal op een centraal punt. Ja, dat als patiënt kennis hebt en informatie over wat loopt er, wat... Ja, en niet alleen als patiënt, maar ook de onderzoekers onderling, denk ik. Want daar loop je toch soms ook nog eens tegenaan. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Ja. Een groot landelijk netwerk waarbij dat alle Parkinson-neurologen heel goed weten van elkaar van dat loopt daar en dat kan... Te voorkomen ook dat het je ziet er veel overlap nog. Dat komen we tegen. En dat in eerste instantie was ik daar heel erg door verrast. Van, dat weet men toch van elkaar wat er gebeurt. Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee. Maar goed, met dat Parkinson cohort gaat het natuurlijk wel snel de goede kant op. Gaan we snel stappen nee, dat, inzetten. Dat is een mooi voorbeeld van dat het landelijk gedragen wordt. En dat elke Parkinson-neuroloog erbij betrokken is. Ik denk dat voor veel trials ook zo... Want kun je daar nog iets over stellen over het Parkinson cohort? Ja, is de Parkinson Vereniging ook bij betrokken? Ja, dat is een samenwerking van de belangrijkste universitaire centra die met de neurologen met Parkinson onderzoek bezig zijn. En de Parkinson Vereniging participeert daar ook in. Nou, een belangrijke stap die nu gezet is dat er dat afspraken zijn gemaakt over welke testen gebruik je standaard om de mensen te monitoren of een intake te doen. Dat vind ik een enorm succes al, want dat betekent dat die database straks enorm consistent gevuld wordt. Ja. En dus ook voor andere dingen weer bruikbaar is. Ja, en ook vanuit het belang van de patiënt daarover meegedacht is over hoe... Maar vervolgens kan het Parkinson cohort dus ook samen gezamenlijk onderzoeksvoorstellen indienen. En ook dus heel efficiënt gaan kijken wat kan het beste waar plaatsvinden. Dat is wat ik net ook al zei. Dat je ziet dat het de goede kant op gaat daarmee. Ja. Ja, en het goede nieuws dus voor de patiënt is dat de samenwerking tussen de onderzoekers onderling is beter dan ooit. Ja. Dus heel veel cohesie, heel veel afstemming. De interesses van de verschillende universiteiten en de andere onderzoekscentra zijn heel complementair. Ja. We zitten helemaal niet in elkaars vaarwater. We gunnen elkaar het licht in de ogen. En dat is denk ik heel goed nieuws voor patiënten. Ik zou bijna zeggen, het is één grote happy family. Die kant gaan we op. Maar dat kan ook nog wel wat verbeteren. Ja, dat is Nee, hartelijk dank. We lopen alweer tegen het einde van dit blok aan. Nou, als ik mag samenvatten, dan wordt de rol van de patiënt niet alleen in het bedenken of het stellen van het thema is belangrijk, maar ook bij de uitvoering. Dat de patiënten meedenken over hoe kun je nou een wetenschappelijk onderzoek zo uitvoeren dat het minst belastend is voor de patiënt, het meest betrokken is. En uiteindelijk voor degene die moeten kiezen voor of wel of niet deelname aan wetenschappelijk onderzoek, is het heel belangrijk om te weten van wie heeft dit onderzoek opgezet. Hebben patiëntonderzoekers daar ook aan bijgedragen? En dan voor jezelf een individuele keuze maken van is dit te belastend voor mij of niet? En kan ik daaraan meewerken? Want uiteindelijk, jij zei net nog even van je doet het niet voor jezelf, maar waar doe je het dan wel voor? Waarom zou je dat dan doen als patiënt? Ja, ik vind dat je onderzoek moet doen om te hopen dat je collega-patiënten in de toekomst een betere toekomst gaat bieden. Ja, En natuurlijk kun je nooit uitsluiten dat ontwikkelingen heel snel gaan, maar je moet onderzoek niet doen om er zelf beter van te worden. Het is echt heel altruïstisch, je doet het voor anderen in de toekomst. Ja. En dat is wel heel belangrijk. Ja. Oké. Willen jullie hier nog iets aan toevoegen? Ja, ik heb zelf de indruk dat Parkinson een heel complexe ziekte is met heel veel verschijningsvormen. En dat kan het onderzoek wel zwaar bemoeilijken. Want het selecteren van een homogene testgroep is dus heel lastig. Ja. Is dat waar wat ik zeg? Is dat relatief moeilijk om te doen? Absoluut waar. En dat is ook precies de beperking van heel veel wetenschappelijk onderzoek. We doen onderzoek bij een heel kleine, goed gedefinieerde populatie van roodharige patiënten. Ja. Met linkszijdige tremor, met rechtsbenige, en dat zegt alleen maar wat over die kleine populatie. Daarom ben ik zo enthousiast over het Parkinson cohort. Omdat je een hele grote groep ongeselecteerde, echte mensen longitudinaal in de tijd gaat volgen. En dat is het eerlijke resultaat eigenlijk. Ja, naturalistisch beloop van de ziekte. De echte Parkinson observeren. Ja.
Oké. Ja, nogmaals heel hartelijk dank voor jullie inbreng in deze discussie over onderzoek. We gaan na dit blok verder dromen over zorgverbetering. Hoe kan de zorg voor mensen met Parkinson verbeterd worden? Laat een kort filmpje zien van kijkers die daar iets over gezegd hebben. En in de tussentijd gaan wij de plekken verwisselen. Dank jullie wel. Dromen over de toekomst voor wat betreft de Parkinsonzorg houdt voor mij in dat ik nog jaren mijn werk als museumvormgever kan voortzetten en mijn favoriete tafeltennissport kan beoefenen. Ik hoop dat door afgestemde medicatie en behandeling de Parkinson-symptomen onderdrukt kunnen worden, waardoor het inleveren van de kwaliteit van het leven beperkt blijft en niet ten koste gaat van mijn creativiteit en humor. Mijn wens is hier te kunnen blijven wonen en genieten van mijn gezin, huis, tuin en inspirerende landelijke omgeving. Ik dacht erom dat de Parkinsonzorg in de toekomst ruimer wordt begeleid. Dat specialisten over de grens van hun specialisme heen kijken. Wanneer ik een medische klacht heb die wel of niet gerelateerd is aan Parkinson, blijf ik een Parkinson-patiënt. Toen ik een kunstheup kreeg, voelde ik mij in eerste instantie een Parkinson-patiënt. Maar daar was toen geen aandacht voor. Het is live televisie, ja. Het gaat allemaal door. Martin is bijna aangeleid aan de microfoon. Fred Matser, je hebt al een microfoon, dus misschien mag ik bij jou beginnen als gast. Je bent, misschien moet je zelf vertellen waarom je hier bent. Omdat Bas en ik elkaar ontmoeten en 65 weken geleden. En ja. We hadden een klik. En in dit geval ging het over een bepaald voorzitterschap van een congres wat we gaan houden in de beurs van Berlage met als thema Alzheimer. En dat is gerelateerd denk ik ook aan Parkinson. Wat ik aan Bas ook vertelde is dat mijn vader in 1977 overleden is en die had lange tijd Parkinson. Hij was een van de, zo niet de eerste projectontwikkelaar in Nederland. Hij kreeg eerst diabetes en daarna ontwikkelde bij hem dus Parkinson. En hij kon het bedrijf wat hij leidde eigenlijk niet meer leiden. En vrij tot mijn verbazing vroeg hij op een bepaald moment toen ik 19 was om bij hem in het bedrijf te komen. Iets wat bedoeld was voor mijn jongere broer, maar hij zei ik kan daar niet meer op wachten. Oké, dus je moest af. Ja. Vanwege zijn Parkinson vroeg in het bedrijf. Precies, en hij had een verstijvende vorm. En dat was de grote test voor mij eigenlijk. Ik merkte dat mijn vader en ik het vaak niet eens waren, toch hem te vertalen. Want ik kon hem verstaan met zijn bewegingen en uitdrukkingen. Dus integer te zijn in hem te vertalen. En dan vaak, je kan voorstellen, in onderhandelingen was dat niet zo makkelijk. Ja, mijn vader zegt blauw en ik vind rood. Ja, zeker op een bepaald moment dat we gelijkwaardig waren in de directie. Maar goed, dat was dat is je link met Parkinson. Ja. En ook, hij kwijlde veel. Dan ook in besprekingen de zakdoek voor zijn mond houden. En dat waren echt ervaringen die mij wel gevormd hebben. Ja. Nou, welkom. Dank je. Martin van Lokven, Parkinson-patiënt. Ja. En fietser. Oh, racefietser. Ja, racefietser. Ja, dat heb ik gehoord. We hebben vorig jaar samen gefietst in de Limburgse heuvels. Ja, ja, ja. Dat kon je niet makkelijk bijhouden, weet ik nog. Hoe lang heb je Parkinson? 3 jaar. 3 jaar. Iets meer dan 3 jaar. Ja. Diagnose. Ja. Welkom. Ja, dankjewel. Marie-Laure, content. Ook welkom. Dankjewel. Ook Parkinson-patiënt. Ja, sinds een jaar is de diagnose, even goed nadenken, mei vorig jaar is de diagnose gesteld. Ja. Ja. Ook welkom. Dank je. Nou, Bas zat er net ook al. Ja. Dus wij willen samen nadenken over wat kan er nu beter in de zorg. En we hebben dat ook aan kijkers gevraagd en die hebben daar al op gereageerd. En we zagen net ook al het filmpje. Ik wil nog een reactie van...
een aantal kijkers alvast met jullie delen. Als vertrekpunt, zeg maar, voor dit gesprek. Een reactie. Wat moet er verbeteren? Dat alle zorg en informatie over de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme op één plek komt te staan. Zeker als je pas met de diagnose Parkinson hebt gekregen, is er veel pijn, verdriet, onzekerheid. En door alle informatie en zorg op een centrale plek te bundelen, scheelt dat een hoop extra zorgen. Dus een voorbeeld van hoe de zorg kan verbeteren. Zal ik gewoon eens bij mij? Ja, helemaal mee eens. Zeker omdat het voor mij natuurlijk nog zo kort is. Je krijgt de diagnose, je gaat naar huis. Het is een verwerkingsproces, een soort rouwproces waar je doorheen gaat. En dan ga je op zoek naar informatie, want je wilt toch weten wat houdt het in. Wat is het nou eigenlijk wat ik daar gekregen heb of al mee liep. En ja, de media nu is op dit moment dat je naar de internet duikt en gaat zoeken. En dan ben ik helemaal mee eens met diegene die dat gestuurd heeft. Er is zoveel informatie, maar het is zo ver verspreid. Het zou inderdaad fantastisch zijn als het, noem maar waar Parkinson net zou zijn, die al die informatie kan geven waar je op zoek naar bent. Ja. Dus zeker, daar is nog een verbetering. En wil je dan echt alle informatie hebben? Of wil je dan informatie die op jou... Want het lijkt me ook lastig om dingen te weten die je misschien kunnen overkomen of die in de toekomst... Je kan namelijk niet zeggen van, ik wil een... Weet je, voor iedere patiënt is het anders. Je zoekt andere informatie op een bepaald moment. Want het verandert ook naarmate het vordert of naarmate je meer gaat weten. Dus het zou fantastisch zijn als er één punt zou zijn. Maar dan heeft hij heel veel informatie op zijn site staan. Maar het is wel handig. Ja. Want iedere patiënt heeft een andere vraag, heeft een ander doel voor zichzelf gesteld, want dat wil ik weten. Maar kan het wel op dat ene vinden. Ja. 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 Martin, geldt dat ook voor jou? Is dat iets wat jou gemist hebt? Nou, niet echt, maar ik zit natuurlijk in de gunstige omstandigheden dat ik hier vlakbij woon. Ja. En ik heb gewoon alles dicht bij de hand. Ja. Enerzijds is voor mij natuurlijk ook wel een hele droevige gebeurtenis geweest dat ik te horen kreeg dat ik Parkinson had. Maar tegelijkertijd was iets waar ik nog veel meer verdriet van had, was het feit dat mijn vrouw overleden is aan hersentumor. Mm-hmm. En ik daardoor heb geleerd om veel meer te relativeren en ook mijn eigen weg te zoeken. Ja. En dat lukt mij ook erg goed. Ja. Dus jij vindt je, hoe vind je dan je weg? Wat? Nou, een klein voorbeeldje misschien. Ik ben al anderhalf jaar niet bij de neuroloog geweest, omdat ik dat niet nodig vind. En ik ook niet vanzelfsprekend een halfjaarlijkse afspraak maak bij voorbaat. Want dat vind ik niet nodig. Nee. Ik kan dan zelf wel bepalen of dat nodig is dat ik daar naartoe ga, ja of nee. Dan is het wel even lastig om dan toch uiteindelijk een afspraak te maken, dat je niet nog een tijd hoeft te wachten bijvoorbeeld. Maar ik heb dan dat ik heel makkelijk bij een verpleegkundige specialist terecht kan. Ja. En dat vind ik echt... warme zorg, om het zo maar te zeggen. En daar heb ik veel meer aan, bij wijze van spreken, als ik daar terecht kan. En dan kan ik ook regelmatiger terecht als ik dat zou willen. Ja. En dat is voor mij een ideale situatie. En dus eigenlijk zeg je van, daar heb ik al de zorg, hè, de goede zorg die ja. Heel Nederland gebruik van zou moeten maken. En wat is dat dan? Wat maakt het dan zo bijzonder? Ook natuurlijk om het feit dat ik zelf me nog niet echt zo als een patiënt voel. Nee. En het bij mij ook best goed gaat. En ik op zich wel best veel verschijnselen, maar die komen nooit allemaal tegelijk of die valt allemaal nog veel mee. En ik probeer er wel zoveel regelmaat in mijn leven te hebben, met leuke dingen te doen ook, dat ik zelf ook kan zorgen voor balans in mijn denken en voelen. Ja, en dat vind ik heel belangrijk. Ja. En ja, dan is het feit dat ik dan als het nodig is een keer bij een verpleegkundige specialist terecht kan, voor mij al heel waardevol. Ja. Maar je hebt een stukje controle over, over hoe je leven. Dat doet, over je eigen leven. Ja, en je maakt zelf de beslissing om naar een verpleegkundige specialist toe te gaan. Ja. En daar krijg je ook precies datgene wat je behoefte hebt. Ja. Vooral veel, daar noem ik het ook warme zorg, veel aandacht. Ja, wat bedoel je daarmee? Aandacht? Ja, vooral aandacht. Ze kent mij en ik heb het gevoel dat het gaat niet alleen om het meten van dat ik dit bijvoorbeeld 50 keer kan en de vorige keer maar 40 keer. Want dat vind ik niet zo belangrijk. Dat weet ik zelf ook wel of het meer of minder is. Ja. Maar daar kan ik over hoe ik me voel, kan ik praten. En dat is voor mij veel waardevoller. Ja, ik ben geen patiënt. Maar het raakt me eigenlijk allebei wat jullie zeggen. Want ik kan me dus voorstellen wat jij net ook zegt. Het moment van de schok. Van je weet dat niet en op enig moment ben je een patiënt.
Dus dat is een enorme adaptie, een verandering in je leven. Wat een soort chaos even is. En het is mooi eigenlijk dat daarna Martin eigenlijk zegt, ja, ik weet dat al wat langer dan. En ik heb een weg gevonden. En ik ben nogmaals, ik ben dus geen patiënt, maar ik heb vele initiatieven genomen in mijn leven, ook op het gebied van gezondheidszorg. En één daarvan is om, we hebben zo'n verslaving in het leven om te kijken naar een vorm van chaos, van ziekte. Kijk maar naar de pers, het gaat altijd over 99% een vorm van chaos en er wordt een commissie benoemd, die gaat dat onderzoeken. In de wetenschap en de ziekte ook, al die energie gaat naar het probleem. Maar wat Bas ook zegt, je leeft. Hè? Dus we hebben ooit opgericht gezondheidszorg anders beleefd met het beter gezelschap. Gaan we ziekenhuizen in, verpleeghuizen, bejaardenhuizen heette dat vroeger ook. En dan kijken we naar wat heel is. En het hele vergroten. Mm-hmm. Dus de oriëntatie is niet op het probleem, maar ik leef, ik adem, er is liefde. En daar kan ik op aansluiten. Hè? Ik schiet toch niet in die angst. Die angst mag er zijn. Is ook heel natuurlijk. Als het mij zou overkomen, zou ik absoluut ook in de angst schieten. Maar er is ook een keus die je op een bepaald moment, als je weer uit die verkeerde roes komt, die je ook kan maken van, hé, ze staan om me heen. Ik kan me associëren met de warme zorg. Met het warme hart van mijn man, van mijn vrouw, van mijn kinderen, van mijn ouders, van mijn gemeenschap waar ik ben. En dat is mogelijk. Ja. Maar ben je niet bang dat als kijkers nu thuis zitten en zeggen van, nou, ik ben gewoon heel, jullie zijn relatief goed, hè, dus je kunt bijna niet zien dat je Parkinson hebt. Maar er zijn mensen die al in een rolstoel zitten of heel weinig kunnen, dat dit dan heel zwaar overkomt. Zo van, ja, kijk naar het goede, maar ik kan bijna niks. Of mijn man kan bijna niks. Dat is heel verschillend natuurlijk. Hè. Ik kan alleen maar met een paar over Parkinson nu van mijn vriend spreken. Ik heb een goede vriend die Parkinson heeft. Daar ga ik eens in de zoveel tijd mee eten. En die geniet daar verschrikkelijk van. En die heeft als persoon iets heel dankbaar voor alles wat hij gehad heeft. Ja. En het is heel lastig voor zijn partner met name. Maar hij is heel dankbaar. En het overkomt hem. En daardoor kan hij ook zijn moeilijke momenten heeft. Hij kan er goed mee kopen. Mijn vader was ook heel bescheiden. En ja, die dacht ook heel veel. Ook terwijl hij een dag voordat hij stierf. En ik zijn hand mocht vasthouden. Hij gaf me zo'n rite of passage. En dan had me één klein knikje hier. Was hij toch nog. Klaagde die niet. En een dag later was hij dood. Ja, er is, wie ben ik om een antwoord te geven waar ik de patiënt niet ben? Nee, maar ik vind jouw boodschap. Ik snap jouw punt over als je heel erg ziek bent. Maar ik vind jouw boodschap heel mooi. Ze hebben elkaar ook ontmoet. Ja? Om te kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat mensen niet kunnen. En Spark Magazine, wat we natuurlijk samen ooit hebben uitgegeven, is ook precies dat. Hè? Dat was een tijdschrift helemaal gericht op wat mensen met Parkinson wel kunnen bijdragen in plaats van wat ze niet kunnen. En natuurlijk niet om te zeggen, dit is een fijne ziekte. Het is geen fijne ziekte. Mm-hmm. Maar ook mensen met Parkinson kunnen genieten. Mm-hmm. En ik was wel getroffen door het onderzoek van Nico Weerkamp in verpleeghuizen. Waar mensen met ernstige Parkinson lagen. Die weer op hun manier genieten van bijvoorbeeld muziek. Ja. En dan wordt natuurlijk je wereld wordt kleiner. En de belevingswereld wordt kleiner. Maar die focus leggen op wat nog wel kan in plaats van wat op niet kan. Dat vind ik wel een hele mooie boodschap van jou. Ja, zeker. Is ook zo. Het enige wat ik wel wil meegeven is dat ik denk dat hoe dan ook je bewust moet zijn als je die diagnose krijgt, dat je leven daadwerkelijk 180 graden gaat draaien. Ja. Dat wil niet zeggen dat je minder gaat genieten, maar het speelt wel een rol in je leven en dat zal het dan ook altijd blijven tot het er niet meer is. Hè? Of dat je er niet meer bent of dat het er niet meer is. Daar zul je wel bewust van moeten zijn. En dat is een proces waar je doorheen gaat. Met heel veel angst. Nou merk ik, heb heel veel contact met andere patiënten. Dat angst uitermate een rol speelt bij de patiënt zelf. Ja, dat stress, dat vastzitten, dat trillen. Alles te maken heeft al met angst. Dus het is een kwestie van onderzoeken. Ja, waar komt die angst vandaan? En wat kan je aan de angst doen? Ja. En dat vind ik wel een heel belangrijk gegeven. En als je dan kijkt naar de zorg, denk dat het heel erg belangrijk is. Nou, wat we al gehoord hebben, vind ik het heel goed hoe het al nu gaat. Maar dat er toch nog meer onderzoek wordt gedaan naar, of onderzoek, meer wordt gekeken naar de hulp, zeker dat korte stuk. Hoe moet de hulp dan zijn? En hoe is de hulp in de toekomst? Want het proces verandert. Een korte stuk?
Nou, je hebt natuurlijk de diagnose wordt gesteld, dan heb je bepaalde hulp nodig. Ja. Bepaalde zorg die je op dat moment nodig hebt. Dat is een andere zorg dan die je nodig hebt over 3 jaar, over 5 jaar, over 10 jaar. Dus er moet heel goed gekeken worden van welke zorg is op welk moment heel belangrijk. En dan gaat het echt absoluut om welke patiënt heeft welke zorg nodig en wat wil die patiënt. En dat is wat jullie al eerder besproken in het blok hiervoor. Er is geen patiënt hetzelfde. Nee. Ja, en het lastige vind ik ook als Parkinson-patiënt om in de toekomst te kijken. Dat kan je niet. Dat kun je gewoon niet, omdat het... Je weet geen enkele geen idee waar het protocol of stap of plannetje van, nou weet je, bij iedereen gaat het zo. Over 2 jaar zit je daar en over 3 jaar zit je daar. Absoluut niet. Over 2 jaar zit de ene patiënt nog helemaal goed en de andere patiënt ligt al trillend in zijn bed. Ja. Nee, dus gerelateerd aan jouw eerste vraag, hè, zou je dus ook eigenlijk informatie op maat willen geven? Dus waar ik heel erg mee zit te spelen, is het idee dat je inderdaad die informatie biedt. Ja. Maar ik denk dat jij niet wil weten waar je rollators kan kopen die speciaal toch... Op dit moment, wat ik wel heel belangrijk vond en vind voor als je de diagnose krijgt, is dat er een soort lijst is van wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Ik wil niet zeggen dat het bij je gebeurt, maar bij mij liep het dan tegen, ik ben niet zo'n dikkertje. En in oktober was ik binnen 2 maanden 8 kilo afgevallen. Toen was ik zeer slecht. En dan ga ik op internet duiken van waar komt het nou vandaan dat ik opeens zoveel ben afgevallen. En dan blijkt dat met Parkinson heb je kans dat je toch gewicht gaat verliezen. Als ik dat had geweten, dan had ik dat kunnen voorkomen. En dat vond ik jammer. Ik dacht van, die informatie heb ik niet meegekregen in het begin. Ja, ik heb gelukkig heel weinig informatie nodig gehad om te weten hoe het met me gaat. Of wat er me te wachten zou kunnen staan. Enerzijds omdat ik in het begin best al veel opgezocht heb op internet. Maar anderzijds ook omdat het bij mij gewoon best goed gaat. En ik soms denk van, ik ben helemaal geen patiënt. Zeker als ik op de fiets heb gezeten of op de fiets zit. Dan voel ik me de koning te rijden, bij wijze van spreken. Ja. Het enige wat ik dan wel probeer, tenminste dat is mijn achterliggende gedachte, ik schrijf dagmijmeringen, dat vind ik wel belangrijk. En ook voor mezelf om te verwerken wat er aan de hand is, maar ook om te laten zien aan andere mensen eventueel van of ze zich daarin kunnen herkennen. Ja. En dat is één aspect wat ik gewoon heel leuk vind om te doen de laatste jaar. Anderzijds doe ik ook heel veel aan onderzoeken mee. En niet omdat het voor mij misschien goed zou zijn, wat je net al in het vorige deel stelde, Bas. Maar omdat ik het belangrijk vind dat er gewoon veel data komen voor onderzoek. Ja. Maar ook om mensen te ontmoeten. En ik heb gemerkt dat mijn wereld sinds ik Parkinson heb gewoon enorm uitgebreid is. Oh, wat mooi. En dat is voor mij het positieve. Ja. Ja. Maar je hoort vaak het omgekeerde. Iets wat mij altijd heel erg raakt is dat mensen zeggen dat door een chronische ziekte Parkinson's dan de wereld kleiner wordt. Ja. Ik vind het wel heel mooi. Ja, mensen juist niet meer echt tegenovergesteld. Dat die juist groter is geworden. Ja. Maar dat is ook door hoe jij erin staat. Ja, precies. Ja. En we mochten een beetje dromen, hè? Je zegt iets anders in jouw verhaal, wat ik ook heel mooi vind. Is dat je zegt, ik bepaal zelf wel wanneer ik terug ga naar de dokter. Ja. En wat je heel veel ziet in de gezondheidszorg. En zo ben ik ook als jonge dokter begonnen. Dan zei ik tegen iemand, kom maar over een half jaar terug. Ja. En als het dan over een half jaar goed was, dan was je snel klaar. Nou, dan won ik lekker tijd op mijn spreekuur. Maar het was natuurlijk een waste of time. En het mooie is, als jij namelijk zelf bepaalt wanneer je komt, en je komt minder vaak. Ja. Dat betekent dat er onvermijdelijk tijd vrij moet vallen in het spreekuur. En er dus snel een slot voor je beschikbaar moet zijn. Ja, ja, ja. Toch? Ja, ja. En dat is die kanteling in het denken in de zorg. Ja, ja, ja. Dat je de regie over wanneer je komt ook bij de patiënt neer moet leggen. Ja. Ja. Maar nogmaals, ik ben in de situatie dat ik het ook kan. En dat het ook mogelijk is om gewoon lang niet te komen. Want niet iedereen kan het. Ik zeg het veel tegen de patiënten. Bepaalt u maar wanneer u moet komen. Ja, ja, ja. En sommige patiënten, nou, dat vind ik eng. Die zeggen, geef mij maar dat vangnetje van die afspraak over een half jaar. Ja, ja. En dat moet ook kunnen. Ja, ja. Dus je moet als dokter een breed palet aan services kunnen aanbieden. Ja, ja. Maar de ruimte voor patiënt om het zelf te bepalen moet je ook ingeven. Nee, wat natuurlijk bij Parkinson ook speelt is dat het soms lastig is om zelf beslissingen te nemen. Dus als je de vrijheid hebt om zelf het moment te kiezen waarop je naar de dokter toe gaat, dat misschien wel niet komt of te laat komt. Ja. Dus het zijn natuurlijk best heel ingewikkelde dingen om te organiseren, denk ik, ook als patiënt. Wat ik net een beetje hoorde is van eigenlijk is er, dat zei je ook, van misschien wat te veel aandacht voor de ziekte en te weinig aandacht voor datgene wat mogelijk is. Hè. Dat zat inderdaad ook in ons Spark magazine, ingegeven door patiënten zelf. Hè. Dus, want ik vind het altijd lastig om als gezonde te zeggen van je moet positief naar de positieve dingen kijken. Maar patiënten zeggen dat zelf ook, want het helpt me heel veel om juist die positieve kant te benadrukken. Hoe zou dat in de zorg terug kunnen komen? Hebben jullie daar een idee bij? Hoe zou de zorg georganiseerd of anders moeten zijn om dat meer aandacht te geven?
Als ik nu terugdenk en terugkijk, dan is het het oplossen van het probleem. Daar wordt de focus toch op gelegd. En wat kan er aan gedaan worden om je symptomen zoveel mogelijk te onderdrukken? Ja, ik zou inderdaad dat stukje dan wel mee willen nemen. Van hoe ga je je leven inrichten? Maar daar heb je die multidisciplinaire figuur dan voor nodig. Of het de verpleegkundige moet zijn, of een psycholoog moet zijn. Maar je hebt er hulp bij nodig. Dat er niet alleen maar gekeken wordt naar, wat jij ook zei, naar de symptomen, maar ook veel breder. Ja. Ja. Nou, wat ik was wel erg getroffen door het experiment dat zorgverzekeraar VGZ heeft gedaan in de wijk. En wat blijkt is dat heel veel vragen die als een medische vraag worden geformuleerd bij de dokter, helemaal niet medisch zijn. Maar dat gaat over eenzaamheid. Ja. Dat gaat over angst. Mm-hmm. En ze verwoorden dat als ik heb hoofdpijn of ik heb rugpijn of ik tril meer. Ja. Ja. Maar wat ze bedoelen te zeggen is, ik ben eenzaam. En ik denk dat heel veel vragen in de zorg, bij de verkeerde zorgaanbieder terechtkomen. Vaak ook bij de duurste. Ik ben hartstikke duur. Maar ik moet niet naar eenzaamheid kijken. Ja, ik zou het wel willen, maar dat kan ik natuurlijk niet. Ik ben A niet voor geëquipeerd en waarschijnlijk veel te duur voor. Dus ik denk dat we toe moeten naar integrale zorg, waarbij je als patiënt voor de juiste vraag de juiste hulpverlener krijgt. Ja. En dat kan alleen maar als we die schotten in de zorg gaan weghalen en veel meer gaan samenwerken. Dat is iets wat wij natuurlijk heel graag in het komende jaar willen gaan doen, om hier in Nijmegen ook met wijkteams te gaan samenwerken. Ja. Zodat je juist die niet-medische vragen ook boven water krijgt. Dat is goed om daar nog in. Want ik wil heel graag de reacties van de kijkers ook aan bod laten komen. Ik noem hier 2-3 reacties. Mijn ideale Parkinsonzorg is afgestemd op mijn specifieke behoeften. Een eigen care team bestaande uit een ervaren bewegingsstoornisspecialist, oefentherapeut, logopedist, diëtist, ergotherapeut, parkinsonverpleegkundige. Dat sluit denk ik heel erg aan ook wat jij zegt. Hè. Dus de behoefte om een expert, om een eigen team te hebben met experts die breder zijn dan alleen de neuroloog die let op de symptomen. Een andere, zorg in samenspraak. De zorgverlener adviseert, maar laat ruimte aan de patiënt om zijn kijk en ervaring in te brengen en zijn eigen keuzes en afwegingen daarbij te maken. Nou, dat is denk ik ook heel mooi aansluitend bij het eerste blok, dat je een stuk regie hebt. Ja. Ja. Nog één, samenwerking met alternatieve genezers. Dat is ook een voorbeeld, denk ik, alternatieve genezers. Je knikt heel erg. Ja, ik knik zeker heel erg. Ja. Voor mij was het heel duidelijk dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid moest nemen. Dat heeft inderdaad een tijd geduurd. Hè, dat je neemt wel de stap van ik ga erin duiken. En ik heb dan heel bewust gekozen om geen medicijnen te nemen. En ben heel erg aan het onderzoeken naar die alternatieve geneeswijzes. Wat is er mogelijk buiten die disciplinaire team van wat ik hier in het Radboud mee heb gemaakt. Wat heel belangrijk is, wat heel goed is, heb ik heel veel aan gehad. Ben ik gaan zoeken van wat is er nog meer aan beweging, aan voeding, aan mijn trauma, aan mijn angsten. Weet je, het is een holistisch gebeuren. Je bent niet alleen dat dopamine neurotransmitter schakeltje wat mist, maar er is gewoon meer aan de hand. Ja, misschien mag ik daar. Ik ben betrokken bij, dat gaat even meer overarching, noem ik dat maar even. Bij een onderzoek, dat heet SBTI, de Self-Directed Biological Transformation Initiative. Heel in het kort, Deepak Chopra, jullie misschien bekend, maar ook Dr. Rudy Tanzi, een grote Alzheimer-expert van Harvard, hebben de kop bij elkaar gestoken, hebben gekeken naar wat vroeger duizenden jaren geleden de componenten waren van Ayurveda. Die zijn de Ayurvedische leefstijl uit India. En die hebben dat in een modern onderzoekjasje gestoken. En Harvard, Mount Sinai, University of California in San Diego en Berkeley en het Scripps Institute, die zijn een conctie aangegaan. Er is een onderzoeksprotocol gemaakt. En wat onderzoeken ze, of hebben ze intussen onderzocht, wat zijn de effecten als je mensen leert goed te slapen, yoga te doen of goed te bewegen, te mediteren, vegetarisch te eten en om te leren gaan met negatieve stress. Ja. Geen onderzoek in de wereld bedient die 5 factoren. Nou, dat is bijna rond dit onderzoek. 60 mensen, ik ben er 1 van geweest, zijn in de studiegroep geweest. Ik heb dat 6 dagen lang gedaan. 60 mensen met mij en 60 mensen zijn in de controlgroep geweest. Nu al blijkt dus dat de
biomarkers, de resultaten die van het onderzoek bekend komen te zijn, hele positieve effecten laat zien. De claim van het onderzoeksteam is eigenlijk dat je op die manier te leven, dat je eigenlijk 95% van de ziektes kan vermijden. En als je daar doorheen kijkt, waar gaat het om? Om simpel natuurlijk te leven. Hè. Dat betekent dus geen medicijnen eigenlijk in principe, geen manipuleerd voedsel, allemaal hele natuurlijke dingen die ook niet duur hoeven te zijn. Nee. En wij hopen op een congres, wat ik net al vertelde, begin juni in de beurs van Berlage, daar met de resultaten over te komen. Althans, dit, deze groep, ja. 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 Nou, ik vind het, om twee redenen vind ik het mooi. Ik geloof veel meer dat er veel meer is dan alleen onze traditionele medische benadering. Mm-hmm. En dat het holistisch kijken naar de hele mens, met voeding en leefstijl, en dat dat ontzettend belangrijk is. En ik vind het mooie dat het wel een wetenschappelijke basis nu krijgt. Ja. Want je kunt er een warm gevoel bij krijgen. Exact. Maar om de wereld te overtuigen, inclusief verzekeraars, zul je met evidentie moeten komen. Dus het is fantastisch dat dit soort topinstituten onderzoek doen. En misschien moeten wij eens doorpraten of je zoiets bij Parkinson ook niet zou moeten gaan onderzoeken. Wellicht. Het zou fantastisch zijn. Denk dat jij dat ook? Ja, ik ben al zo ingedoken en al mee bezig. En inderdaad, het helaas is. Dat zou mijn ideale zorg zijn. Dat de wetenschappelijke medische zorg, de ziekenhuizen, de neurologen, samenwerken met de alternatieven, zoals we dat dan helaas moeten noemen, nog steeds. Terwijl en de paranormale. En de paranormale. Al dat zogenaamde vage gebied heeft eigenlijk veel meer te bieden dan dat de mensen zijn er al veel meer mee bezig. En is steeds meer vraag naar. Ik heb nu contact met andere patiënten die roepen alleen maar als je gaat, vraag erom. In dit programma. En er is echt wel een vraag naar, dat er meer moet zijn. Er is een dan enorme vraag, dat blijkt ook uit onderzoek. Er zijn enorme vragen onder patiënten. En tegelijk moet je, en daarom vind ik dat zo mooi, een wetenschappelijke basis daar geven. Want je zult ook daar het kaf van het koren moeten scheiden. Zeker. Ook daar zullen misschien ineffectieve behandelingen zijn. Ja. Er kunnen zelfs onveilige behandelingen zijn. Maar alleen door goed te onderzoeken, kun je de holistische benadering. Deze reactie die sluit er ook wel bij aan. Dus zeg maar het oog hebben voor de mens als totaal en niet alleen voor het kleine stukje. Dat is dus een lange reactie. Ik wil hem toch graag voorlezen. De ideale zorg, dat is een zorg waarbinnen professionals, naast dat zij kundig zijn op hun eigen vakgebied, voldoende tijd en ruimte krijgen en nemen om stil te staan bij en te reflecteren op de vraag wat goede zorg en professionaliteit betekent. Namelijk het goede doen en het goede verbinden met het ongemak, het lijden en de drijfveren, de behoeften en de vreugde van mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Dus dat is veel breder dan. Mooi gezegd. Ik heb ook een onderzoek gelezen laatst nog dat de tijd die een neuroloog gemiddeld besteedt aan een patiënt gewoon vrij kort is. Zeker. En dan past het gewoon niet allemaal in. Nee. Dat is een probleem. Dat vind ik echt wel een groot probleem. En daarom, ik zei het in het vorige blok ook al. Investeer alsjeblieft die tijd in die patiënt. Ja. Want als je één keer een diepte-investering doet, kunnen patiënten daarna zelfstandig verder. En is mijn overtuiging dat mensen daarna minder vaak komen. Je kan steeds 10 minuten brandjes blussen, maar dan blijft het bij brandjes blussen. Dat denk ik ook. Hoor, je weet het, hè? We hebben elkaar natuurlijk gezien op het spreekuur. En dan probeer ik daar heel veel tijd in te stoppen. Absoluut. Om mensen goed op de rit te zetten en daarna in hun kracht te zetten. Ja. Zodat mensen daarna zelfstandig weer verder komen. We moeten helaas deze uitzending afronden. Ik wil nog één kort rondje maken en mogen jullie allemaal in één zin zeggen wat de ideale zorg is. Zo. Ja. Nou, dat is wat. Mag ook in twee. Ja. Ik kan zo gauw eventjes niet dat heel kort. Nee, je hebt net al heel mooi verwoord. Dus. Fred, wat zou jij zeggen als essentie van ideale zorg? Jezelf liefde hebben. En diezelfde liefde in de anders oog ook te zien. Als zorgverlener. Altijd. Ja, en ja. Als de angst er is, zie je hem ook onder ogen en transformeer hem tot liefde. Mooi. Mooi gezegd. Ideale zorg is concept wat ik hier, ik ga het toch lekker zeggen, concept wat ik hier heb meegekregen in het Radboud, dat toch wat meer wordt ingezet door heel Nederland. Dat netwerk net zo functioneert als hier. En zeker de ideale zorg is voor mij dat gecombineerd met de alternatieve zorg. Bas?
Ja, ik heb ooit gezegd dat de droom die wij natuurlijk samen hebben, is om de zorg in te richten zoals je zelf als patiënt behandeld zou willen worden. En als ik het dicht bij mezelf hou, dan hoop ik dat er een zorg komt waarin we niet kijken naar ziekten die toevallig in een mens zitten, maar naar mensen die per ongeluk een kwaal hebben. En dat we naar die mensen gaan kijken. Ja. Mooi. Ja. Mooi. Dank jullie wel, allemaal. We sluiten deze uitzending af. Ik wil jullie nog een nieuwtje vertellen. Morgen is op Wereld Parkinsondag er een speciale uitzending van de soulband uit Arnhem. Dear Mr. Man, die hebben een mooi nummer opgenomen, speciaal voor Parkinson. En die lanceren dat morgen op Wereld Parkinsondag. Je kunt dat nummer morgen en de clip die erbij hoort morgen bekijken op hun website. En die website wordt straks gepresenteerd. Dat is www.dearmrman.nl. Ook een mooi initiatief, wat ook gaat over Parkinson. De volgende uitzending is 1 mei. Daar gaat het over de laatste levensfase. Weer tussen 4 uur en 4:15. En ik hoop je dan weer te zien, of dat u ons kunt zien. Dank u wel.